Ik wil tegen iedereen die dat nodig heeft zeggen, ik ben er voor jou. Maar als verslaggever, ik denk dat het in eerste instantie een vrije rol is. Want er staat een verslaggever vrij te vragen waar hij naar op zoek is. Het thema dit jaar is natuurlijk, ik ben er voor jou. Dus ik zal voornamelijk op zoek gaan naar het antwoord op die vraag. In de andere rollen, ik denk dat ik in ieders rol wel iets herken. Ik bedoel, niet één mens is eendimensionaal. Ik ben zelf moeder, dus ik zal mij zeker herkennen in Maria. Ik wil ook het liefst altijd groots zijn, grootse daden doen, betrouwbaar zijn, eerlijk, oprecht. Zoals Petrus. Als ik één rol zou mogen kiezen, ja, nou ja, die van Maria. Als ik waanzinnig kon zingen, is dat natuurlijk een prachtige rol. En daar kan je zo ontzettend veel emotie in leggen. Het is en intens verdriet, het is ook grootse blijdschap en alles wat daartussen zit. Dus dat is een hele dankbare rol, denk ik. Dat je altijd een keuze hebt. Kijk, er gebeuren dingen in de wereld, in het leven, die heb je niet in de hand. Die kan je ook zelf niet onder controle krijgen. Maar je kan zelf wel als mens je positie daarin bepalen. En dat zie je ook in het paasverhaal voortdurend gebeuren. Wat doen de omstanders? Wat doet Pilatus? Wat doet Petrus? Wat doet Judas? Ik vind het heel mooi wanneer Petrus tegen Jezus zegt van nee, maar weet je, ik ben er voor jou. Op mij kan je altijd vertrouwen en bouwen. En we gaan het helemaal killen, weet je. We gaan ervoor zorgen dat de hele wereld weet van waar u voor staat. Dat enthousiasme en die bevlogenheid, dat vind ik heel erg mooi. En hij gelooft er zelf ook in. Hij heeft ook dat rotsvaste vertrouwen in zichzelf. En dat wordt dan toch teniet gedaan door angst. En dat is heel menselijk. En ik denk dat ik juist dat menselijke aspect heel erg mooi vind. Het is aan jou welke keuze je maakt. En volgens mij weet je heel goed wat deugt en wat niet deugt. De boodschap van de Passion is dit jaar, denk ik, dat komt door het thema Ik ben er voor jou. Om te kijken naar wat er soms een beetje aan of onder de oppervlakte sluimert. We zijn altijd heel erg bezig met de volgende stip aan de horizon, met ambities en doelen verwezenlijken. En daarbij gaan we te vaak voorbij aan die kleine dingen, die ogenschijnlijk onbelangrijke dingen, die je misschien niet direct brengen naar waar je heen wilt. Maar die wel heel erg van wezenlijk belang zijn, omdat het iets is wat menselijk is, wat mensen bij elkaar brengt. Het vertaalt zich in mijn leven door niet altijd maar met die agenda bezig te zijn. Te denken, oh, dat is allemaal heel belangrijk. Woep. Nou ja, weet je, het is werk en dat is belangrijk en het is heel leuk. Maar het is niet het belangrijkste wat er is. En als je daarin, althans als ik daarin de balans wil vinden, moet ik er ook zorg voor dragen dat ik er ben voor de mensen in mijn directe omgeving. Dat ik voor hen kan zorgen, dat ik er voor ze ben als ze hun verhaal kwijt willen. Ik wil tegen iedereen die dat nodig heeft zeggen, ik ben er voor jou.